Ja, dames en heren, de bekerwedstrijd tussen Scheluinen en Vieren is afgelopen. Het is 6-2 geworden voor Scheluinen. Ja, trainer Marcel van Steen is een aardige eerste helft en een mindere tweede helft, dacht ik. Nou, de eerste helft vond ik wel goed, Bas. Dus tempo hoog, vleugels gezocht, goed middenveldspel. Ik denk 3 goals gemaakt, 3 prachtige goals. Dus wat dat betreft was ik niet ontevreden over de eerste helft. Je ziet wel dat het wat warmer wordt en het veld wat stroever. Dat we daar wel wat last mee krijgen. Maar goed, dat is weer wat voor de toekomst. Ja, je hebt nog een paar bekerwedstrijden om dat even te kijken. Maar je hebt een knap gevaarlijke voorhoede ook, hè? Met Linnenbank en Van Baren. Of weet je, Van Baren. Zeker, en Diego. Dus, ja. Dat zijn prima voorhoedespelers. Waarbij ik eigenlijk wil dat die vleugels veel meer gezocht worden. Nou, als je de goals ook bekijkt, die komen bijna allemaal over de vleugels. Dus wat dat betreft is er wel het een en ander veranderd, ja. Ja, klopt. Je bent aardig bezig geweest met de oefenwedstrijden ook. En je hebt ook een wat nieuwe teamhebbers hier ook. Want er zijn wat jongens weggegaan, Korrel en zo. Maar er zijn ook weer anderen teruggekomen. En het lijkt toch een aardig selectie te wezen op het moment. Ja, zeker. Ik heb er op dit moment 22, waarbij alleen Bram Ponsen is nog geblesseerd. En voor de rest waren alle jongens fit. Dus ik heb er vandaag 5 afgestaan in het tweede. En de rest heeft hier vanmiddag kunnen spelen. Het is wel een grote groep om te managen, maar voor mij zijn we er met z'n allen goed mee bezig. En het kan en het moet nog veel beter. Het tempo moet nog wat hoger. En dan gaan we best wel meedoen. Ja, zeker weten. Als je kijkt op basis van de eerste helft, op een gegeven moment, je komt gemakkelijk voor ook. Gaat er in zijn tweede helft ook een beetje gemakzucht misschien. Dat gaat automatisch in die kopjes zitten, hè? Ja, dat is ook wel zo, maar dat mag niet, joh. Zo slecht als wij de kleedlokaal uitkomen met die bal terug van Wesley midden in de goal. Waarbij we eigenlijk tegenstander de mogelijkheid geven om op 3-2 te komen. Ja, dat kan niet. Dus dat is wel een fase die eruit moet. Maar dat is wel een leermoment. En daar gebruik ik jouw beelden weer bij, Bas. Ja, dat klopt, Marcel. Ja, en dan even de indeling. Het zou geen makkelijke competitie worden. Nee, dat is zeker geen makkelijke competitie. Ik kom eruit met Arjen Buikoop. En daarnaast hebben we natuurlijk Alba Lasserdam en Wildrecht mee teruggekregen. Grote Lint, die vanaf de andere kant komt. En veel Dordtse ploegen. Dus we kunnen aan de bak. Ja, maar goed, net wat je ook zei, je hebt een brede selectie. Dus, wat ze ook laten zien op de mat, zeker in de eerste helft, laten we daar nog even terugkomen. Dan moet het toch wel een beetje, zeker bovenin het linkerrijtje mee kunnen gaan doen. Ja, wij willen in ieder geval een periode pakken, Bas. En als we een keer een goede periode hebben en we raken niet de sleutelspelers kwijt, zeg maar, vanwege blessures, ja, dan moeten we wel mee gaan doen. Dus de doelstelling is om met Scheluinen weer terug te komen naar de tweede klas. Ja, dat is ook wel een vereniging. Het is ook een mooie vereniging, een mooi sportpark erbij ook. Dus wat dat betreft zou het wel leuk zijn als ze weer terugkwamen met je ogen. Ze hebben altijd al hoog gevoetbald, behalve de laatste tijd, en is weer allemaal een beetje naar beneden gegaan, hè? Ja, dat klopt. Kijk, vorig jaar hebben we natuurlijk een versterkte degradatie gehad. Dat hebben we dit jaar weer. Maar goed, vanaf volgend jaar schijnt het weer normaal te worden. Dus als je dan de stap zou kunnen maken dit jaar. Ja, dan, maar goed, die competities worden wel een stuk sterker, Bas. Hè? Dus dat moet je ook niet vergeten. Maar goed, laten we vooral kijken naar het voetbal op zich. Voetbal op zich vond ik bij Vlagen best goed. En dan kunnen we ermee vooruit. Het begin van de tweede helft was onder de maat. Dus dat moet er wel uit. Aan de andere kant, daar zijn dit soort wedstrijden voor. Hè? Ik zie beker nog steeds als oefenen. Want wij gaan als Scheluinen de beker niet winnen. Dat geloof ik niet. Nee, maar op les zeg je, kwam de kwaliteit ook weer even boven drijven. Hè? En dan liep je er ook even makkelijk overheen weer. Hè? Dat klopt. Je zag dat de wissels goed invielen. Hè? Dat is ook wel mooi. Dus ik ben wat dat betreft over het geheel niet ontevreden op dit moment. Dus dinsdagavond spelen we uit bij Roda Boys. Nou, dat is weer een mooie testcase. Dat doen we met dezelfde groep. Dus dan gaan we eens kijken hoe ver we dan weer zijn. Marcel, ik wens je veel succes met Scheluinen. En we komen elkaar zeker in de toekomst weer tegen. Zeker, Bas. Oké, bedankt. Trainer Gilberto Smit. Eerst helft was Scheluinen wel dik de bovenleggende ploeg. Maar ik denk dat je niet ontevreden bent met wat je ploeg hier op de mat gelegen hebt. Vanmiddag zeker de tweede helft niet. Nou, dat klopt. Als je kijkt, we weten dat we tegen Scheluinen moeten. Een ploeg die aardig versterkt weer is en die ook heel graag weer hogerop wil. Wij hebben een hele jonge ploeg en wij zijn aan het kneden en om proberen systeempjes erin te krijgen. En dan weet je gewoon dat je
gecontroleerd en georganiseerd moet spelen. In de eerste helft ging dat redelijk tot 20 minuutjes, 25 minuutjes. Ja, dan loopt het in één keer heel hard op, hè, tot rust, ook net voor de rust nog de 3-0. Ja, en dan de tweede helft, daar komen we goed uit de startblokken. Ik hoorde mijn collega-trainer zeggen van ja, een terugspeelbal. Maar goed, we dwongen dat denk ik zelf ook een beetje af om wat verder vooruit te spelen. Ook wat andere spelers erin. Ja, en dan heb je tot de 80ste minuut denk ik prima meegedaan in de tweede helft. Alleen ja, dan loopt het weer in één keer heel hard op. Hè. Dus uiteindelijk terecht de winnaarsgeluiden. Maar ik ben niet ontevreden. Uitslag had voor mij wel iets minder gemogen. Maar ja, het is vandaag niet anders. Ja, je kwam zelf na 3-2 kwam je ook nog een paar kleine kansjes nog. Dus het was, maar wat me opviel, je had ook veel jonge spelers erbij. En die deden het toch vrij aardig vandaag. Ja. Ja, het is een hele jonge groep. Hè. Bij Vuren zijn eigenlijk alleen maar spelers weggegaan en er is eigenlijk niemand bijgekomen. Dus die jongens die moeten verder ontwikkelen. Het is een hele jonge groep nogmaals. En ik denk, er zit potentie in. Ja, alleen we hebben gewoon een weg te bewandelen met elkaar. En als we iedere week wat beter kunnen worden, ja, dan is ons doel is natuurlijk om het begin van de competitie op het scherpst van de snede te zijn. Dat klopt, heel erg. En wat ik ook zeg, is de selectie ook breed genoeg, denk je? Of is het nog een beetje smal? Nou, op dit moment, wij hebben een selectie van 20 mensen, waarvan 2 keepers, dus 18 veldspelers. Nou, van die 18 veldspelers zijn er op dit moment 3 jongens geblesseerd en 1 jongen is nog op vakantie. Dat zijn wel ja, voor de breedte en sowieso, maar ook wel belangrijke jongens die voorheen daar ook altijd in het eerste hebben gespeeld. Ja, die mis je. Maar goed, dat betekent wel dat er nu andere jongens de kans krijgen. En die moeten gewoon kijken of dat ze daaraan kunnen meten. En ik ga dan de beslissing uiteindelijk maken wie gaat spelen. Maar zoals op die tweede helft, dan kun je in ieder geval weer op voortbeduren. Ja, zeker. Vooral 30 minuutjes. Hè. Maar ja, een wedstrijd duurt geen 30 minuten. Het duurt 90 minuten. En je zag ook wel op het laatste dat bij ons pijp wel leeg was. Die laatste 10 minuten. En dan staan we net verkeerd. Dan kunnen we het niet meer opbrengen om in de organisatie te spelen. Ja, en dan tegen zo'n tegenstander vandaag, dan word je afgestraft. Ja, nou even de indeling voor de competitie. Ik dacht dat jullie met 11 ploegen zaten. Ja. Klopt. Ja, ook wel qua sterkte. Behoorlijk, hè? Of niet? Ja, het is een hele regionale competitie. En ik ben ook blij dat we, of ik vind het ook wel mooi dat we ook gewoon over de Waal gaan. Dat we niet alleen aan deze kant blijven, maar dat we ook naar BZC en NOAD, et cetera, gaan. Kerkwijk en Wel. Dus ja, het is heel regionaal. Het is wel jammer dat er 11 in zitten. Want ja, dat betekent dat er best wel wat gaten vallen in je schema. Maar ja, dat is niet anders. Het is een jaartje om te overbruggen, denk ik, hè, voor de KNVB. Ja, eigenlijk hadden ze het misschien iets minder laten degraderen. Ja, dat had kunnen. Maar ja, het is zo'n, ik denk dat je in het linkerrijtje moet eindigen om niet te degraderen. Dus er is nog best wel een opgave te doen. Maar ja, goed, we gaan het zien waar het uiteindelijk op uitkomt. Roberto, ik wens je weer veel succes met je nieuwe vereniging. Dankjewel. Vorig jaar ASA, daar heb je het uitstekend gedaan. En ik heb ook wel vertrouwen in jou dat je het ook bij Vuren goed gaat doen. Dankjewel, Bas. Oké. Okay.